Ja, we gaan naar Mark van Roosmalen. En dat betekent dat we naar het Amazonegebied in Brazilië gaan. Want daar woont deze wereldberoemde bioloog al zo'n 40 jaar. We gaan even naar de natuurlijke biotoop van Mark. Bioloog Mark van Roosmalen woont en werkt al tientallen jaren in het Amazonegebied. Door onderzoek te doen probeert hij de waarde van het gebied te tonen. In de hoop dat het kappen van bossen ooit ophoudt. Want de ontbossing gaat nog steeds door. Bossen worden gekapt om soja te verbouwen. En die wordt weer gebruikt om onze Brabantse varkens vet te mesten. Oh. Ja, Mark, het woord viel net al. Zo vol zit je er ook van, want jij ziet het daar in je eigen omgeving. Ja. Er worden bossen gekapt om soja te planten. Die soja komt hier naartoe. En die eten wij op, via het varken of direct. Ja, ja, dat is wat ik de soja-connectie noem. Brazilië is de grootste producent van soja, maar dat is allemaal genetisch gemanipuleerde soja. Die is niet genetisch gemanipuleerd om bijvoorbeeld een betere boon te krijgen, wat is een peulvrucht. Maar die is genetisch gemanipuleerd om een enorme hoeveelheden onkruidverdelger te weerstaan. Dat betekent dus dat ze de Roundup, met vliegtuigjes Roundup, uitstrooien over die miljoenen hectare monoculturen van die. En alles gaat dood, behalve die soja. Het Amazonegebied is ongeveer zo groot als West-Europa, hè? Ja, het Amazonegebied, het Braziliaans Amazonegebied. Maar ja, ik geloof dat het hele Amazonegebied zo groot is als heel Europa. En weet jij hoeveel soja daar nu al staat dan? Nou, nu dringen ze door meer naar de kern, waar ik dus woon. Omdat het altijd door de overstromingen, de jaarlijkse overstromingen, gaat het soms 23 meter omhoog, de rivier. Daar staat dus een heel groot deel van het Amazonegebied onder water. Maar dat is een natuurlijk. Maar nu aan de periferie had je dat probleem niet zo. Dus daar is alles al ontbost. Grote staten als Mato Grosso, die zijn helemaal omgezet in die geïndustrialiseerde sojavelden. Ja, ja. En dat gaat dus direct ten koste van het regenwoud. En dat, nu zijn ze dus steeds verder binnen aan het dringen in het hart van de Amazone. Wij zijn een grote afnemer, hè, van wij die zijn soja. Een van de grootste afnemers van Brazilië. Brazilië is de grootste producent. En wij zijn de grootste, Nederland is de grootste afnemer. Wat kunnen wij doen? Het gaat bijna allemaal in de bio-industrie. Dus het gaat naar de varkens? Ja. En de kippen? En wat moeten wij doen om ontbossing in de Amazone te voorkomen, als we dat zouden willen? Nou, geen bio-vlees meer eten. Maar ik heb dus, dat zei ik net, gezien dat hier overal soja aan toegevoegd wordt. Als zou het gezonder zijn om die melk met die soja toegevoegd of die sappen, om die aan je kinderen te geven en zelf te drinken. Dus mijn vraag is nou, komt die soja die overal aan toegevoegd wordt, alsof het gezond is, van diezelfde Braziliaanse soja die dus zwaar vergiftigd is met die Roundup? Niks gezond aan zeggen. Nee, en daar krijg je dus kanker van. Ja. In eerste plaats. Dus en Nederland exporteert al dat biovlees weer naar naar China en naar alle Europese landen. Dus ja, je bedoelt met biovlees, bedoel je bio. Ja, dus met die Braziliaanse soja opgevoed. Ja, dan praten we nog ineens over de hormonen die ze allemaal ook nog. Maar het zijn dus de eieren, de kippen, de varkens, alles. Wil je een vlees eten, Buffy? Nee. Eet geen vlees? Nee. Soja? Geen soja, nee. Ik denk wel eens van, ik neem een dagje sojabrokjes in plaats van vlees. Ja, dan ben ik goed bezig. Dat denken heel veel mensen. Maar raadt u dan aan om gewone vlees te eten in plaats van biovlees? Is dat dan beter? Nou ja, ik heb gewoon een heel andere visie over dat vlees eten van onze voorouders. Mm. Dus ik ben gewoon vegan. Ja, vanwege die soja, maar ik ben vegan omdat wij helemaal niet het gebit hebben van een groot wildjager. Dat is heel recent. Ja, moet even duidelijk maken, biovlees bedoel je mee uit de bio-industrie. En niet biologisch vlees, dat is weer een ander verhaal. Ja, ik heb daar niet echt. Wie ben ik om er iets tegen te hebben? Dus als mensen vlees lekker vinden, dan moeten ze dat. Maar het is heel goed als de wereldburger bewust is van wat hij eet. Ik vind gewoon dat je ontzettend goed bewust moet zijn van alles. Want dat heb ik dus heel sterk in de Amazone. Ik blijf daar ook, omdat de lucht in ieder geval 100% zuiver is. Het water haal ik uit een diepe wel, 80 meter diep. Dat is het beste mineraalwater. En ja,
En het eten, daar moet ik dus wel op oppassen. Ja. Dus ik moet... Nou, in Brazilië is geen... Brazilië is geen soja te krijgen, want dat gaat allemaal naar het buitenland. Dus dat eet jij sowieso dat is vergiftigd. Niet? Dat eet jij Mark, ik wil even toe naar jouw werk als bioloog. Ja. Want je bent al jaren bezig om die systemen daar in kaart te brengen. Je bent door die jungle getrokken. Nou ja, wij kunnen ons daar niks bij voorstellen, hè? De omvang daarvan. En je hebt apen ontdekt. Je zag apen in een boom zitten en die heeft nog nooit iemand gezien. Ik deed dus biodiversiteitsonderzoek. En dan had ik eindelijk ook een boot. Dan ging het wat makkelijker. En dan kwam ik dus in de verste uithoeken van dat hele laagland Amazonië. En daar heb ik dus, kwam ik gewoon in bossen waar nog nooit iemand rondgelopen had. Laat staan een onderzoeker of een verzamelaar. Echt een ontdekkingsreiziger, hè? Dat toen, nog bestaat, hè? Ja. En toen op zoek naar dat... Ik had een heel klein aapje, een babyaapje. Dat werd aan huis afgeleverd. En toen dat blikje openging, kwam er een beestje uit wat ik nog nooit gezien had en wat totaal anders was. En dat bleek toen later. Toen moest ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik heb dus 7 maanden ben ik die Madeira-rivier met al zijn zijrivieren afgegaan. Ook weer om het land van Dermis te zoeken. Dus dat noemden we. En toen struikelde ik eigenlijk in een gebied, een heel groot, interfluvium noem je dat, tussen 2 of 3 grote rivieren. En daar struikelde ik in een nieuw ecosysteem waar het helemaal michelde van de nieuwe planten en diersoorten. Ja. Zelfs grote, ik heb daar een mini-tapir, die is nog steeds heel groot, en een mini-zeekoe ontdekt. Ja, dat was nog niet geweest. De meest ongelooflijke ontdekkingen. En je hebt behalve één aap, al die apen nog. Je hebt één aap genoemd naar Prins Bernhard. Ja. Oh. Is dat een sympathieke aap? Ja, met een rode baard. En daardoor, dat was wel mooi, dat ik daardoor een soort wereldbekendheid kreeg. En hier in Nederland, ik ben 2 keer op Paleis Soestdijk uitgenodigd. 1 keer voor de ridderorde van de Gouden Ark. Uit handen van Prins Bernhard gekregen, hè? En, toen heb ik hem later dat aapje dus. En toen was hij heel erg geïnteresseerd in mijn... heeft hij me nog een keer naar het Paleis Soestdijk gehaald. Omdat ik dus bezig was met een mooie milieuwet van Brazilië uit 96... om hele grote stukken land op te kopen waar hij ook voor gedoneerd heeft. Ja. Die ik voor een prikje kocht, waar ik dus nieuwe soorten apen had ontdekt of andere zoogdieren. En die kocht ik voor $5 per hectare. En zo heb ik 20.000 hectare opgekocht. En die probeerde ik via de overheid om te zetten in natuurlijk erfgoedreservaat. Maar je hebt veel last gehad. Je hebt ook veel last gehad met diezelfde overheid. Want hier was je populair. Ik kwam op Paleis Soestdijk. Ze namen je activisme kwalijk. Dat betekent dat je nu heel erg binnen de grenzen van je huis blijft en werkt aan. Yes. Waar werk je aan? Ja, ik heb eigenlijk alles, dat ligt hier in al die boeken, ik heb alles... Dit zijn die boeken, hè? Heel mijn kennis en ervaring van 40 jaar of meer, ja, dat zijn dit... Maar nu heb ik allemaal vastgelegd in publicaties, eerst in het Nederlands en later in het Engels. 15.000 vruchten en zaden van de Amazone. Ik ben nu klaar met dat andere verhaal, de evolutie. Ik heb net dit jaar nieuwe evolutietheorie. Zoals Darwin, maar die is meer toegespitst op primaten. Je hebt je eigen evolutietheorie zitten bedenken daar. Die komt, ik kom terug omdat aan de academische wereld en aan het grote publiek uit te leggen. Dan moet je ook maar terugkomen bij ons om dat uit te leggen. Dat is goed. Maar nu ben ik gewoon achter die muren. Heel stil, ik geef geen interviews, want ze hebben me dus in de gevangenis gegooid in 2007. Ja. En ben ik nu nog bezig met die... De rest van al die wilde een vijfdelige serie van 15.000 soorten te beschrijven en in kleur vast te leggen. Maar hij gaat gewoon door. Ja, natuurlijk. Dankjewel, Mark, voor je verhaal.